take me high. You take me high. You take me high. You take me high. Namens de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, directie, staf en personeel van het ministerie vinden wij deze dag een bijzondere dag. Is geen dag om te treuren, omdat wij zien dat bij de diverse instellingen en organisaties mensen met een beperking worden ingezet en heel goed werk verrichten. Wij moeten de mensen verder ondersteunen en die plaats geven dat zij verdienen. En het ministerie van Sociale Zaken zal sowieso haar bijdrage leveren tot de totstandkoming van deze gedachte. En natuurlijk is het voor ons ook een bijzondere dag om te gedenken de mensen met een beperking, waarbij Suriname een aantal jaar geleden een conventie heeft getekend voor mensen met een beperking. En het ministerie van Sociale Zaken heeft daarbij dus een faciliterende rol om deze conventie te implementeren in Suriname. Wat we de afgelopen periode hebben gedaan is te gaan zitten met diverse stakeholders om bekendheid te geven aan deze conventie. En het is de bedoeling dat na de rapportage, welke nu in de maak is, over hoe de eerste fase is geweest, dat we volgend jaar overgaan tot de verdere implementatie. CQ de wensen van deze conventie. Wat we zien is dat veel organisaties heel goed werk verrichten ten behoeve van deze doelgroep, hetzij voor kinderen met een beperking, hetzij jongvolwassenen en volwassenen. Dan nog gaat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ertoe over om een nationaal adviesraad op te zetten. Deze raad zal zich buigen over de situaties in de diverse organisaties die werken met mensen met een beperking. Daarnaast komt er ook een raad voor mensen met een beperking, zoals we weten. Is er een wet opvanginstellingen welke goedgekeurd is geworden in 2014. Daarbij wordt ook aangegeven, er zijn vier doelgroepen, waarvan een van de doelgroepen is mensen met een beperking, dat er een raad komt die controlewerkzaamheden zal uitoefenen waar mensen met een beperking worden opgevangen en verzorgd. Daarnaast zijn er een aantal andere randvoorwaarden, zoals sport- en recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperking, het toegankelijk maken van publieke gebouwen, maar ook huizen waar mensen worden ontvangen. En ook natuurlijk woningbouw. Het ministerie van Sociale Zaken is belast met woningbouw om ook adviezen te geven daaromtrent. En wat wij natuurlijk hebben gedaan is rekening houden met mensen met een beperking door onder andere te vragen dat de deuropening wat breder wordt gemaakt. Ook dat de muren niet eindigen met een scherpe rand, maar met een bolle rand. En de toegankelijkheid van buiten naar binnen, binnen naar buiten, dat dat ook toegankelijk is voor mensen in een rolstoel, maar ook mensen met een stok. En we merken dat diverse organisaties al hiermee werken. Dan nog zeggen we dat we met z'n allen moeten gaan buigen over deze doelgroep. In der tijd hadden we een Nationaal Adviesraad voor Mensen met een Beperking. En op een of andere manier is dat eigenlijk uit zijn werking gegaan. Maar dan nog zie je dat de behoefte ernaar heel groot is. Dus de vraag ernaar is ook heel groot. Omdat men collectief nu wil gaan nadenken over de situatie, om de situatie van mensen met een beperking te gaan verbeteren in Suriname. Meer nog om met de gedachte te gaan, leave no one behind, is het heel erg belangrijk om alle groepen binnen je samenleving te omschrijven, te begrijpen, te ondersteunen, te begeleiden voor een beter Suriname.